Op de één voor de laatste dag van de maand mei groet ik u vanuit de studio van de STVS en heet u van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Manting Taki. Het is de donderdag editie en zoals elke ochtend gaan wij samen met u kijken naar de zaken die zich afspelen in Suitisrana Kondre. We moeten alvast gaan in de richting van La Tour en omgeving, omdat we hebben gehoord vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur dat de man zit kon, zodat hij aan veiligheid die gegarandeerd in een gebied dat hij, vooral als we kijken naar de scholen. We hebben in het avondjournaal een onderwerp belicht, of dat onderwerp belicht, en het had allemaal te maken met wat er precies gaat gebeuren vanaf vandaag. Ik heb begrepen dat extra manschappen worden ingezet die gaan letten op de veiligheid van de leerkrachten, van de leerlingen en ook nog van de ouders. Want een van de groepen die we overslaan is dat ook ouders ervoor zorgen dat hun kids op school worden afgezet en dan kan het ook eventueel misgaan, want if de man bij Abadekati Fugoteta pas Korodjari, dan kan je niets uitsluiten. Wel, het ministerie zegt nee, we nemen niets, we twijfelen niet eraan om een stap te maken en we maken een zodanige stap waarbij ieder weer op een hele veilige omgeving kan doen wat hij of zij moet doen dagelijks. We hebben ook gemerkt dat er in het gebouw van KKF nog steeds de gesprekken gaande zijn. En vandaag gaan we ook praten met een collega van de redactie, de nieuwsredactie, die ons gaat vertellen over Obrokobrokogunupchinso, sam beteken a ACP, een meeting, sademan en hornoonode of san start sin stra is de in Suitisrana Kondre. Als u bent afgestemd op de SRS, wordt u ook gegroet op deze ochtend. En bent u ver buiten Paramaribo, misschien zelfs in het buitenland Europa, dan kunt u ook ons volgen via het net. Voor de mensen die het missen, kunt u ook altijd kijken naar onze website. Want daar hebben we een speciale een gedeelte waarbij alle actualiteitenprogramma langskomen. Dus zijn uw missie kan je altijd nog even opzoeken. De donderdageditie starten we met Janine. En ik denk dat ze even kort gaat zeggen wie ze precies is en wat ze hier doet bij de STVS. Dan gaan we verder praten met haar over EPA, de meeting van nu. Goedemorgen. Goedemorgen. Je mag Suriname ook groeten hoor. Nou, goedemorgen Surinamers, kijkers en luisteraars. Ik ben Janine Wilfried, lid van de nieuwsredactie. En ja, zoals Sherman het zei, zal ik het kort vertellen wat de meeting, de ACP-meeting, regionaal en nationaal, wat het allemaal inhoudt. Nou, het is eergisteren gestart, de meeting trouwens. En we hebben haar uitgenodigd vandaag omdat ze gaat vertellen alvast sam betekent a heer ACP-meeting. We gaan daar starten, ACP-meeting. Nou, ACP staat voor landen van Afrika, de Stille Zuidzee of Pacific, zoals mensen ook wel noemt, en Caribische landen. Die meeting is eigenlijk, ze hebben een overeenkomst met Europa, meer bekend als de EPA of de Post-Cotonou Agreement of overeenkomst. En er zijn natuurlijk een aantal onderdelen waarover ze zullen praten, maar mainly gaat het erover dat ze er wordt gefinancierd. We krijgen fondsen van het Europees Development Fund, ontwikkelingsfonds om het zo te zeggen. En ze gaan een uiteenzetting geven wat er allemaal al is gedaan, met name in Suriname. Ze hebben niet alleen mensen van de overheid uitgenodigd, maar ook bedrijven, de particuliere sector enzovoort. Alleen om verder te kunnen discussiëren daarover en om het ook mee te nemen. Ambassadeur Burleson, die gaat bijvoorbeeld alles waarover is gesproken, gaat ze meenemen naar Brussel om verder te kunnen onderhandelen. Want nu zijn we in die fase van onderhandelen van die volgende EPA. Ik heb begrepen, vandaag heb ik, lees ik al in de krant, dat er zaken zoals de infrastructurele handelingen die gepleegd moeten worden, de Salt Dream, ik denk Nikeri, dat ook op de lijst komt te staan.
Het kan. Ik heb nog niet alles kunnen volgen. Maar het is aangehaald door minister Hoefdraad. Hij is hoofd van de delegatie, van de Surinaamse delegatie. En hij heeft uiteengezet welke fondsen allemaal door de EDF zijn gefinancierd. En dat van Soudrien was een van de zaken die genoemd zijn. Dus dat ze dus daarmee zullen starten of dat het al is gebeurd, dat zal ik straks ook horen. Nou, we hebben ook op de dag, en daar was mevrouw Janine ook verantwoordelijk voor, om een gesprek te voeren met mevrouw Burleson. En in het eerste gedeelte geeft ze ook aan wat het doel is precies, het doel precies voor een ACP-meeting Dizzy. En de bedoeling is dat we gaan praten over natuurlijk hoe zijn de EDF-middelen, dus de Europese middelen, beschikbaar gesteld. Was het moeilijk, makkelijk? Wat waren de bottlenecks? Wat kan verbeterd worden? En die informatie is nodig omdat we nu aan de vooravond staan van een nieuwe overeenkomst. Dus je wil toch wel verbeterpunten aangeven. En natuurlijk ook best practices met elkaar kunnen delen. Dus dat is zeker de hoofdmoot van deze conferentie. Daarna zijn er natuurlijk andere zaken die vanuit de ACP en de Europese Unie en de Europese investeringsbank naar voren zullen worden gebracht. Dus dat zal allemaal ertoe bijdragen dat eigenlijk de vakdeskundigen, maar ook de wider community eigenlijk hun zegje kan doen. En dat nemen we dan als ambassadeurs in Brussel mee, omdat dat wordt meegenomen voor de onderhandelingen. In het kort, wat zou het moeten betekenen voor Suriname, concreet? Nou, het betekent voor Suriname dat we kansen krijgen om ons verder te kunnen ontwikkelen. Het is een fonds, het is part of the agreement, dus deel van die onderhandelingen en ook deel van de overeenkomst met de Europese Unie, dat we dus fondsen van ze krijgen om ons verder te kunnen ontwikkelen. We krijgen niet alleen fondsen, maar ook diensten. Er wordt ook wederzijds handel gedreven en dat tegen een goed tarief. Je hebt natuurlijk zaken die je natuurlijk niet voor, dus niet gratis kan exporteren of importeren. Nee. Maar het is natuurlijk zodanig, die kosten zijn zodanig voordelig gehouden voor beide partners, dat er voordelig handel gedreven kan worden. Dus Suriname kan, het betekent heel veel voor Suriname. We kunnen ons verder ontwikkelen. We moeten er wel voor waken. Tenminste, we moeten wel oppassen dat we niet tenminste veel nemen en niet sturen. Want anders hebben we ook niet zoveel voordelen daaraan. Ja? Dus je gaat proberen, eigenlijk moeten we een balans zien te vinden uit wat we allemaal laten halen en wat wij allemaal sturen, produceren en dan ook sturen naar het buitenland, naar Europa met name, zodat er dan een balans is. We Fini en we Guy. En dan omgeestelijk dat je lijn aan om mijn producten. Ja. En op een gegeven moment dat je mooie tomaten zou praten. Ja. En pikken. Ja. Dat we op afzet gedaan. Tomaten dat die. Maar er is een soort van instelling aan tongen. Zeggen we jugu gaande. Met ook nog Engeland en Brexit. Dus heersen natuurlijk. Wat is er precies gaande? Oké, dus kijk. Engeland heeft aangegeven dat ze uit de EU willen stappen. Dus daarvoor die Brexit. Britain exit. Dus Brexit. Wat er nu gaat gebeuren is dat er dus al een paar van die CARIFORUM landen hebben al onderhandeld met Engeland. En er gaat eigenlijk een soort rollover agreement volgen voor die landen. Ook een aantal ACP-landen hoor, hebben dus een soort agreement dat ze dus gewoon met Engeland zullen samenwerken. Het stappen van Engeland uit de EU betekent wel dat er een aantal belangrijke fondsen komen weg te vallen. Dus vandaar dat zij ook apart met Engeland zijn gaan onderhandelen om eigenlijk toch nog die voordelen eruit kunnen halen. De meeste Caribische landen zijn ook nog van de Commonwealth, lid van de British Commonwealth. Dus zij gaan natuurlijk proberen om die band die ze hebben met Engeland niet verloren te laten gaan. Ook al zijn ze onderdeel van de ACP, ook al hebben ze deals met de EU, maar ook al gaat Engeland eruit, die relatie die ze hebben met Engeland gaan ze proberen te behouden. En dat is dus in dit geval wat er gaande is. Er is ook al een agreement gesloten met enkele CARIFORUM landen. De naam komen dat ten goede. Maar er zijn tussen ook al een agreement gesloten met Engeland. En
dat ze gewoon handel zullen drijven en dat er ook nog een rollover agreement komt. Vandaag hebben ze de derde dag en morgen ook nog een aantal activiteiten gepland. Correct. Wat wordt het vandaag precies? Vandaag zullen ze dus verder presenteren. En ik denk dat al die bevindingen ook vandaag op papier worden gezet, zodat de ambassadeur dat, of ambassadeurs die aanwezig zijn, dat mee kunnen nemen naar Brussel om verder te kunnen onderhandelen. Dat vindt vandaag plaats. Morgen hebben ze een wandeling gepland, ja. Een educatieve, een handels, een zeg maar ja. Beladen wandeling wordt genoemd in Suriname. Je bent ook bekend met dat gedeelte? Een deel van het programma, ik heb niet alles gehoord, dus ik weet niet of er nog andere plekken zijn waar ze zullen gaan. Maar ze gaan zeker wel naar het project wat professor Naipaal, waarmee professor Naipaal is begonnen, het Magrove project, om de kust van Suriname te redden. En dat is dus, er is dus een bezoek gepland aan die plek. Hij zal ook, ik neem aan, presentaties geven hoe het er allemaal toe gaat en wat de bedoeling is van dat project. We blijven het volgen natuurlijk, kregen we van onze collega alle nodige info. En wij spelen dat sowieso door naar de samenleving. Ik wil bedanken, je hebt het druk met de ACPA hele Sanje. Maar natuurlijk leer je hoe je moet omgaan met bepaalde onderwerpen. En het momentje je wilt verdiepen, dan hebben we die mogelijkheden ook in Suriname om je te laten scholen of bijscholen. En dan kom je in die positie waarbij je er makkelijk over kan praten. Many thanks, mevrouw Wil. Frit. We hebben altijd een djugu-djugu met haar naam. Omdat ze een echte Sranauma is, maar soms klinkt die naam een beetje... Engeland-achtig of zo. Many thanks voor het eerste gedeelte.